Heb jij vanochtend die Thijs Sonneveld gelezen? Nou, ik begreep dat hij iets geschreven had over dat de regels niet juist waren. Ik vind Thijs Sonneveld best een leuke columnist, hoor. Die jongen is heel actief en die heeft veel kennis in de wielerwereld. Maar die maakt de fout dat hij nu plotseling overal verstand van heeft. En die schrijft dan een stukje over de VAR. En dat stukje van over de VAR, daar mag iedereen een mening over hebben. Maar aan het eind besluit hij dat het niet in de VAR ligt, maar de spelregels van het voetbal die deugen niet. Okay. En dan denk ik, nou, Thijs Sonneveld, die waarschijnlijk nog nooit gevoetbald heeft, en het ontgaat hem dat met deze spelregels het topvoetbal de grootste amusementsindustrie ter wereld is geworden. Maar omdat er heel veel geld op het spel staat, moet natuurlijk zo genuanceerd en zo eerlijk mogelijk moeten die spelregels gehanteerd worden. Er is niks mis met die spelregels, maar nu je de technische hulpmiddelen hebt, gebruik ze dan ook, omdat het onrechtvaardig is om later terug te zien op beelden dat iets totaal anders was. Maar ja, we hebben afgelopen weekend ook natuurlijk weer kunnen zien met Paul van Boekelen, dat het nog steeds voor interpretatie vatbaar is. Nou ja, maar het blijft voor interpretatie vatbaar, ja. Want ook die Sonneveld, die roept dan weer dat de VAR de eindverantwoordelijkheid moet krijgen. Ik begrijp daar niets van. Dat is onmogelijk. Dan is er geen scheidsrechter meer die met een fluit het veld op gaat. Maar dat is ook de spanning van een wedstrijd. De interpretatie van de scheidsrechter. En dat moet ook zo blijven. Ja. Want jij zult een situatie anders beoordelen dan ik. En Jan denkt er weer anders over. Maar dat krijg je nooit insluitend. Maar die Skomina zou eigenlijk niet fluiten. Die Marciak, die uiteindelijk de VAR deed, die zou eigenlijk fluiten. Maar die was niet fit genoeg. Die was een beetje ziek. Die is dus een VAR gaan doen. Die denkt, ja, ik zit hier nu toch als VAR zijnde. Ik zal het toch eens even laten zien dat ik mijn best kan doen. Want de Spaanse media bijvoorbeeld vond dit namelijk niet terecht. Heel veel Spaanse kranten zeiden, ja, Ajax is een beetje genaaid. Ja, nou ja, maar kijk, daar heb je het weer. Iedere beslissing is discutabel. En ik zag het en ik had het volste begrip voor. Ja. Maar jij zag het om 3 uur 's nachts, toch, of niet? Nee, want ik heb op het toneel heb je zo'n scherm hangen waar je normaal de voorstelling op kunt zien. Maar die kun je ook gewoon op Tronica zetten. Oh, oké, dus je zit te kijken en dan ren je op en vertel je een grap en dan ren je met snel weer achter en dan ga je kijken. Ja, dan laat ik ze even met z'n allen op de dijen slaan en dan ren ik weer terug. Goed, man. Wilt u nog meer van deze kostelijke video's zien? Dan kunt u zich abonneren op het YouTube-kanaal van Tronica Insight.